Het streven naar een samenleving waarin kinderen, jongeren en volwassenen worden ondersteund in hun persoonlijke en sociale ontwikkeling is essentieel om criminaliteit te voorkomen. Stichting Vensio zet zich hiervoor in. We spreken hierover met Maaike. De stichting is opgericht vanuit een dringende vraag uit het veld om criminaliteit en mentale gezondheidsproblemen te voorkomen. En wij ondersteunen een gezonde en positieve ontwikkeling door middel van vroegtijdig in te zetten op de morele ontwikkeling van kinderen en jongeren. Wij doen dat door de kinderen aan te leren dat ze beter zich kunnen verplaatsen in de emoties van anderen, empathie, maar ook door ze beter te laten samenwerken met elkaar. En tevens gaan we met ze gezamenlijk op zoek naar hun talenten en hun sterke punten. En vanuit mijn eigen achtergrond vind ik het daarbij belangrijk dat wij de interventies en trainingen die we hier ontwikkelen, dat die ook gebaseerd zijn op wetenschappelijk onderzoek. En de trainingen die we ontwikkelen bieden we aan scholen, maar is ook mogelijk op individuele basis, waarbij wij kinderen en jongeren andere denkstrategieën aanleren, waardoor ze minder vatbaar worden voor criminaliteit. We ontwikkelen deze trainingen in samenwerking met verschillende universiteiten, zorginstellingen, gemeentes, om zodoende met het uiteindelijke doel om jongere kinderen, maar ook volwassenen, in een positieve ontwikkeling te stimuleren. Franca en Maaike geven ons twee voorbeelden van programma's waarbij kinderen en jongeren gestimuleerd worden om zich positief te kunnen ontplooien. Master My Moral Mind is een educatief programma voor leerlingen van groep 7 en 8 op de basisschool. Het leert ze sociale, morele ontwikkeling, maar ook goed staan in het leven. Het bijzondere aan dit programma is dat we ook gebruik maken van steunfiguren van de kinderen. Dus ouders, grootouders of grote broers, om ze daarmee nog meer persoonlijke groei te geven. In een tijd waarin er meer belangrijk is dan alleen maar de schoolprestaties, biedt dit programma de morele sociale ontwikkeling voor jongeren. Er is nu veel aandacht voor pestgedrag, sociale uitsluiting, maar ook de mentale gezondheid van jongeren. Dit programma heeft effect laten zien op de empathieontwikkeling van jongeren individueel. Een voorbeeld van een educatief programma wat wij ontwikkeld hebben is Krachtig. Krachtig is gebaseerd op de positieve psychologietheorie, waarin we samen met jongeren op zoek gaan naar hun talenten en hun krachten. En met name voor jongeren in uitdagende situaties, zoals bijvoorbeeld jongeren die in een jeugdzorgplus verblijven. Het programma is een 12-weeks programma waarin we samen met jongeren gaan kijken om ze sterker te laten voelen over zichzelf, zelfverzekerder, maar ook gaan werken aan een positief toekomstperspectief. En resultaten laten zien dat jongeren die dit programma gevolgd hebben, zich echt sterker voelen en meer vertrouwen hebben in hun eigen toekomst. De resultaten laten zien dat het effectief is, het programma, voor kinderen en jeugdigen, maar ook voor volwassenen. Met volwassenen gaan we gezamenlijk werken aan een succesvolle toekomst, zonder daarbij te focussen op tekortkomingen of moeilijkheden uit het verleden. Wil je meer informatie over de programma's van Vensio? Kijk dan op www.vensio.nl.